Yes, dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe update video. Allereerst, je kunt natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog klikken. We gaan proberen binnen no time de 2500 likes te hitten. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren kan natuurlijk ook. En zak te veel gevraagd in de itemshop. 5% van je aankopen gaat onze kant op. Wie onze code ook heeft gebruikt is Ervan DH070. Hij heeft namelijk de Commando skin gehaald. Heel erg bedankt daarvoor, Ervan. Een dikke shout-out naar jou. Goed, laten we dan gaan naar het eerste topic. Ik heb best wel interessante dingetjes. Niet al te veel, maar laten we direct gaan beginnen. En het eerste dingetje gaat eventjes over een wapenleak. Namelijk een nieuwe rocket launcher genaamd de Misty Bob. Tenminste, dat is op dit moment de codename in de files. Dit moet een wapen gaan worden die helikopters uit de lucht gaat schieten met de volgende audio. Ja, jullie hoorden hem. Het nieuwe wapen wat er dus aan gaat komen. Misschien wel dus in een nieuwe update. De V12.40 update. Dion heeft daar gisteren al een gehele video over gemaakt. Maar in ieder geval, het zou natuurlijk kunnen. Het zou kunnen dat dit wapen erin gaat komen. Het is in ieder geval interessant. En laten we het een klein beetje hopen. Het is natuurlijk nieuwe content. En dat hebben we ook nodig. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is een zeer interessante glitch van TeeView. Namelijk TeeView die wil altijd natuurlijk de high ground. Of ja, eigenlijk TeeView niet. Maar high ground is, laat het zo zeggen, nooit verkeerd. Hij heeft een maniertje gevonden. Laten we eventjes gaan kijken. We better have a pad, bro. Or else we gotta back out, pretty much. Come on, he's off. Bro, what the fuck? Look at me! Yo, what the fuck? This dude really teleporting at you now. Dude, what the fuck was that? Ja, maniertje. Het is best wel lastig om dit nog een keer te doen, denk ik. Maar het is hem gewoon gelukt. Met een boot, lekker glitchen en op die manier high ground pakken. Ik denk dat Epic Games hier sowieso wel eventjes naar gaat kijken om het proberen op te lossen. Denk het wel, want het is best wel erg dat dit gebeurde. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is een best wel groot topic. Dit gaat er namelijk eventjes over of Fortnite nou levend is of dood en wat Fortnite kapot heeft gemaakt. Laten we dan eens eventjes kijken naar een clipje van Cypher PK, wat hij heeft te zeggen over Fortnite, zijn huidige status. Do you notice that every time in the past 6 months where we've played squads with the boys, every time it devolves into us just like oh my god, we're just getting stream sniped by sweaty players. It's skill-based matchmaking, right? So it's like there's a smaller pool of people to play with, which means it's easier to get stream sniped. And then not just that, the people who stream snipe you have to be decent at the game to even be in your lobby. So you're getting stream sniped easier by better players. Every time I've played with Ninja or Courage or Tim or Lupo or Nick, just like casual squad games or duos, it very quickly turns into just a stream snipe fest where the fun of the game just gets thrown off, right? And you spend most of the lobby trying to find people because everybody's dead in the first 10 minutes, right? So the games themselves don't feel satisfying to play out. The games themselves are kind of just like, they're kind of a drag. Like you land somewhere, you land at the agency, you have to land at the agency because if you don't, you're not going to find anybody else. You kill 5 to 10 people at the agency and then there's 10 people left in the game. Ja, CypherPK is niet heel erg tevreden met de huidige status. En meer mensen zijn niet tevreden. Sterker nog, gisteren kwam er een hashtag naar voren op Twitter. Namelijk de hashtag RIPFortnite. En die werd trending. RIPFortnite. Ik vond dat een klein beetje overdreven. Je zag allemaal, ja, trailers van mooie momenten van Fortnite. Het leek echt alsof Fortnite dood was. Maar laten we heel eerlijk zijn, mensen. Fortnite is niet dood. Hoe erg je de game ook haat, de game is op dit moment nog steeds niet dood. Ik bedoel, op dit moment, ik speel ook bijna geen Fortnite. Behalve dan 2v2, dat is het enige wat ik nog speel. Bijvoorbeeld gisteren en eergisteren op onze Discord, link zit in de beschrijving, gewoon nog lekker 2v2's gespeeld met jullie. Maar normale games speel ik eigenlijk niet meer. Behalve dan Team Rumble natuurlijk ook voor opname. Maar heel erg veel mensen, die zijn het er ook deels mee eens. En die haten Fortnite en bla 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 bla. Dus die gaan op Twitter gaan ze de hashtag RIPFortnite gebruiken. En ja, met een met succes kan ik eigenlijk wel zeggen. Want hij staat op trending. Hij stond op trending. Want gisteren kwam er ook een hashtag naar voren die weer positief was voor Fortnite. Namelijk de hashtag Thank You Epic Games. En dit zijn de mensen die eventjes teruggaan en denken van,
Ja, Epic Games, oftewel eigenlijk Fortnite, heeft wel echt heel erg veel voor ons betekend. Bijvoorbeeld de live events, de vele updates, al die dingen. Bijvoorbeeld ook voor creators, wat het voor creators heeft betekend. Ik bedoel, wij zijn ook enorm gegroeid door Fortnite. Kan ik zeker weten niet ontkennen. En dat is toch wel echt heel erg nice. En daarom verdient inderdaad Epic Games denk ik wel de hashtag Thank You Epic Games in plaats van de hashtag Rip Fortnite. Dat is een klein beetje... ja, salty, zo kun je het ook al noemen. En ik denk dat de hashtag Thank You Epic Games wel bijpassend is. Want ze hebben echt zoveel goed gedaan. Meer goed dan fout. Denk ik in ieder geval. Goed, laten we dan gaan naar het allerlaatste topic. En dit gaat eventjes over een nieuwe speedrun challenge die te doen is voor Australische Fortnite spelers. Namelijk tot 4 uur in de middag heb je de tijd om hier aan mee te doen. En in principe... kan je hier ook aan meedoen. Je kunt namelijk gewoon op de Australische servers. En dan kun je hier ook aan meedoen. Wat kun je winnen? Nou, als je de top 5 bereikt in deze speedrun. Dan kun je de Pastel Patrol set krijgen. De top 10 die krijgt de Bunny Brawler outfit. En de top 100 die krijgt een Australian Themed Cosmetic Spray. Dus er zijn prijzen te winnen. Dat is natuurlijk niet verkeerd en jij kan hier aan meedoen. Natuurlijk, het is misschien iets lastiger omdat je een hoge ping hebt. Maar het is zeker weten niet onmogelijk. Dus, of ja, misschien is het wel mogelijk. Nou, denk het niet. Nee, het is niet onmogelijk. Als je echt snel bent, echt snel, dan zelfs met een hoge ping denk ik dat je echt wel de top 100 kunt bereiken. Dus ik zou zeggen, als je snel kunt editen, goed bent, waarschijnlijk in parcours. Ik denk dat je dat ook moet doen. Ja, dan is het zeker weer te mogelijk. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze wat kortere update video. Vonden jullie het weer super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal, dat kan natuurlijk ook. Straks te veel gevraagd in de itemshop. 5% van je aankopen gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.